Het VOS-directeur in beraad is niet te spreken over de uitspraken die NDP-voorzitter, tevens president Desi Bouterse, vrijdag deed. Tijdens een structurenvergadering van zijn partij heeft de bewindsman flink uitgehaald. De directeuren hebben tijdens een spoedvergadering vandaag de uitlatingen van het staatshoofd unaniem verworpen. Zij zullen via een brief alle beschuldigingen aan hun adres ontkrachten, benadrukt Lucien Rotsburg, secretaris van het beraad, tegenover onze nieuwsdienst. We spraken hem nadat de voorzitter van het VOS-directeurenberaad, Balram Soumier, aangaf geen commentaar te hebben. Bouterse meent dat VOS-directeuren in sommige gevallen veel meer ontvangen dan ze moeten verdienen. Het staatshoofd stelt dat er maandelijks onterecht ruim 5 miljoen SRD extra wordt uitgegeven aan leerkrachten. Deze misstanden moeten volgens hem onder een vergrootglas geplaatst worden. Er zijn een paar dingen die niet goed zijn, maar we gaan het samen moeten corrigeren. En we willen het samen met de directeuren en de verschillende structuren die er zijn, gaan we het moeten corrigeren. Iedereen verdient $7000 ja, directeur. Dat is je gang 35. 7 je verdient en 28 de overuur. Vadang. Vadang. Natuurlijk, je overuur mooi. Je extra, extra overuur boom. Maar ik ben bang dat ik dit voor doen zie. Maar om die dingen terug te draaien, gelooft u me, u zult het niet willen weten. En je begrijpt wel, wanneer je aan mensen geld komt. Dat probleem, dan en ook al, ik moet zeggen, er zijn hardwerkende mensen. Ik moet zeggen, er zijn mensen die niet eens betrokken willen worden bij dat hele overuren gedoe. En ik heb ze gezien en ik heb ze in het binnenland gezien. Hardwerkende mensen, mensen die 6-7 uren moeten varen in de regen met de 15 pk, pokopokopokopokopokop voor de neurodepressie, in plaats van bestemming om voor onze kinderen te zorgen. En dan maken anderen misbruik van het land. De president moet deze informatie niet op de berm openbaar maken, benadrukt Rotsburg. Volgens hem moet het staatshoofd met bewijzen komen, vooral omdat het hier om zware beschuldigingen gaat. Rotsburg vindt daarom dat de president de bewijsstukken openbaar moet maken. Over de inhoud van de brief wil hij voorlopig nog niet uitweiden. Rotsburg laat wel weten dat het VOS-directeurenberaad deze uitspraken niet zal accepteren.